Eigenlijk wist ik 400 meter lang al, hier komt brons aan. 12 jaar aan de top staan in een discipline als een 400 meter, dat is onwaarschijnlijk lang. Dikwijls wordt dan gezegd, ja, een Europese titel, ja, oké, maar atletiek is een wereldsport, ze moeten eens iets doen op wereldniveau of op Olympisch niveau. Eigenlijk ben ik heel blij voor die groep en voor Jacques Bourlet die daar de nodige tegenkantingen heeft gehad en altijd is blijven vechten en dan lukt het toch eens. Op Europees kampioenschappen hebben ze al verschillende medailles gehaald, maar nog nooit op een groot kampioenschap. Een paar keer vierde, één keer vijfde ook en vooral ja, op de Spelen in Rio, toen strandden ze op 300ste seconde van een bronzen medaille. Je kan je dat niet voorstellen, 300ste seconde, dat is echt helemaal niks. Ik heb een blind vertrouwen in de coach, in Jacques Bourlet. En als hij zo zegt op een kampioenschap, on peut faire quelque chose de bien, dat is zijn zin die hem dikwijls zegt. En dan denk ik, ja, misschien wel. Jacques weer verrast met toch weer een andere samenstelling dan in de reeks. Hè. Dus de beste Belg op het moment, Jonathan Sakor, als startloper. Jacques Bourlet zet altijd een onwaarschijnlijke tactiek neer. En die kan heel goed inschatten van dat land gaat met die loper lopen, die gaat dat lopen, die zou daar moeten doorkomen. Dit, dat, hij is daar maniakaal mee bezig. Sakor achter David Array. De grote troef van de Tornado's op dit moment is het feit dat daar een topper bij gekomen is, dat er echt een supertalent bij gekomen is, zoals Jonathan Sakor. Hij zit in elk geval bij de eerste vijf, Jonathan Sakor, en gaat als eerste, tweede wisselen zwaar. Denk je, ja, Robin van den Bem, dat is mijn held van het atletiekjaar. De 200 meter man die zich overstijgt op de 400 meter, dat vond ik echt de man van de 4x400. Ik had dan nooit verwacht dat hij zo snel zou lopen. Houdt goed stand van den Bem, schitterend op een vierde plaats. Dylan gaat naar de derde plaats zelfs, gaat over Colombia. En hier komt het Dylan Bourlet op een derde plaats achter Jamaica. En zoals Jacques altijd zegt, il est costaud, il est costaud. Dus in de bocht voorbij Dylan Bourlet geraken, dat is ondoenbaar. Ja, mogen we hier beginnen dromen van een medaille? Het zou wel kunnen, want Kevin komt er nog aan. Dat is al jaren de slotloper die het altijd afmaakt. En hier Kevin Bourlet op een derde plaats. Die zijn slotronde op een aflossing, dat is ongezien, dat is een kanonskogel. Eigenlijk wist ik 400 meter lang al, hier komt brons aan. Kevin Bourlet gaat het houden en gaat België naar een derde plaats brengen. België nog altijd op het brons. Kevin Bourlet, nog 50 meter, nog 40. Ja, we komen er. Kevin Bourlet brengt België naar een bronzen medaille op de 4x400. Fantastisch. Kevin Bourlet, maar wat hebben die anderen het ook goed gedaan? De Tornado's zijn derde op een wereldkampioenschap. Dat is een van de mooie momenten in de atletiek geschiedenis van het laatste decennium. Die bronzen medaille winnen, ik vond dat echt ongelooflijk. Wat fantastisch. Ik vind dat een super prestatie. Dat is de prestatie en de overwinning en de medaille van de volharding. Ik was echt blij ook. Zo'n bekroning voor het... Voor het team op dat niveau, want dikwijls wordt dan gezegd, ja, een Europese titel, ja, oké, maar atletiek is een wereldsport, ze moeten eens iets doen op wereldniveau of op Olympisch niveau. En dan komt het er dan toch eindelijk aan en dan, ik was echt blij voor het team. Ja.